11, 12, 13, 14. Nou, alleen dit kleine stukje stam vinden we al 14 dieren. Het zal de meeste bezoekers van Wandelbos Groenendaal niet zijn ontgaan. Sinds 2 weken wemelt het van de rupsen. Ik zie ze al een draadje hangen uit een boom. Hoe zien ze eruit? Ze hebben pootjes aan de voorkant, pootjes aan de achterkant. En dan kruipt dat zo op met zo'n lus in hun rug, volgens mij. En we waren laatst hier in het bos, van de week nog, denk ik, dat we later thuis waren. Zat er ze in mijn haar en in mijn nek. Ja. Het gaat om de zogenaamde bladspanner. Zelfs boswachter Rogier is onder de indruk van de hoeveelheid rupsen. Ja, het zijn er echt heel veel dit jaar. Waar dat door komt is, moet ik dat zeggen, niet een raadsel. Maar er zijn zoveel variabelen mee betrokken dat ik niet direct kan zeggen waarom het zo is. Maar wat je zal zien is dat bij heel veel diersoorten, heel veel plantensoorten ook, 1 keer in de zoveel jaar is er gewoon een enorme piek. En in dit geval is het dit jaar voor de rupsen. De beestjes laten zich uit de boom vallen aan een draad. En mensen ontwijken, daar doen ze niet aan. Je komt thuis met rups op je lijf. Je voelt die ragen op je gezicht, op je armen, maar dat geeft echt niet. Wat ze eigenlijk doen is dat ze hun kont in de lucht gooien en een draadje uitpersen. En zichzelf als een soort parachute laten meenemen. En ja, waar ze vast blijven kleven, blijven ze vastkleven. En dan beginnen ze met eten. Overal in het bos laten ze hun sporen na. Maar ze zijn niet schadelijk voor de natuur. En ook niet voor de mens. Het kan absoluut geen kwaad. Je kunt ze gewoon over je arm laten lopen. Je zult er geen last van krijgen. Geen allergische reacties. Ik kan het je niet adviseren om ze op te eten natuurlijk. Maar voor de rest is er helemaal niks mee aan de hand.